Welkom bij het jaaroverzicht van de Eredivisie. Feyenoord begint als regerend kampioen. Maar PSV en Ajax willen een Rotterdamse dubbel natuurlijk zien te voorkomen als in augustus de bal weer gaat rollen. PSV heeft met Peter Bos naar eigen zeggen de droomkandidaat in huis gehaald als nieuwe trainer. En dat blijkt. Ze schieten uit de startblokken in het nieuwe seizoen. Kan PSV nog wat? Diep in de extra tijd? Dat kunnen ze zeker. Wat een prachtige goal van Noah Lang. PSV wint daarna ook in Arnhem. Vertessen er langs voor het schot. Vertessen in de korte hoek. En de voorsprong is er voor PSV. Dan onze top 3. Volendam verliest bij de Eagles. En linksback Merkin is niet zo blij met de coaching vanaf de bank. Bij AZ debuteert Ruben van Bommel, de zoon van Mark, die trots op de tribune zit samen met opa Bert van Marwijk. En daar moet Van Bommel hem binnenknikken. En dat doet hij ook. 3-0. Na een assist, nu ook een treffer. En op 1. Thomas Robinet komt later in dit maandoverzicht nog terug met een prachtige goal. Maar de spits van Almere kan ook geweldig missen. Robinet kiest de positie en kan die bal binnenlopen, zou je zeggen. Maar dan krijgt hij niet voor elkaar. De twijfelachtige eer van de eerste crisis van het seizoen is voor FC Utrecht. 3 gespeeld, 0 keer juichen. En het loopt voor geen meter onder Michael Silberbauer. FC Utrecht na 3 speelrondes, 0 punten, 0 doelpunten. Dat overkwam de Domstad nog nooit. Ja, yeah, like I said, it's not good enough for this club. En dat vindt de leiding van Utrecht ook. En Silberbauer wordt ontslagen. Regerend kampioen Feyenoord begint haperend. Het is een rentree in de Kuip. Om heel snel te vergeten. Bart Nieuwkoop moet met rood vertrekken. Dus uiteindelijk een valse start. Dat is een understatement. De week erna speelt Feyenoord alweer gelijk. De 17-jarige invaller Leo Sauer redt uiteindelijk een punt. Hier de kans en de gelijkmaker. Nog geen paniek in de tent. Nu al 4 punten achter op PSV. Ik weet niet welk woordje moet gebruiken, maar het is natuurlijk zeer teleurstellend dat we de eerste 2 wedstrijden 2 keer gelijk spelen. Maar Arne Slot is wel vaker een wonderdokter gebleken. En ook nu krijgt hij de patiënt wel weer aan de praat. Dit is nog een doelpunt. Als de vlag omlaag blijft van Quinten Timmer en zo wordt het alsnog 6-1. De spotlights zijn voor Ajax, waar alles anders moet. Sven Mislintat is de nieuwe TD en haalt voor dik 100 miljoen 12 nieuwe spelers. En verrast met Maurice Stijn als nieuwe trainer. Maar het nieuwe Ajax blijkt wankel uit bij Excelsior. Nou, dat is cadeau gedaan, dit doelpunt. Wordt Agrafiotis in de schoot geworpen. Na ongelooflijk gepruts achterin bij Medic. Het wordt nog 2-2, maar een afgang is het natuurlijk wel. Ja, je wil met kampioenschap meespelen en je verliest 2 dure punten in de tweede wedstrijd van het seizoen. En onnodig. Oh, schitterend gedaan. Prachtig doelpunt van Almere. Uit het niets 2-1 door Robinet. Nicolaescu, wat een openingstreffer. En wat een manier om jezelf te presenteren. Medic gaat het proberen. Zo! Jakob Medic! Als we september ingaan, zijn er nog 4 clubs die op 0 punten staan. Waaronder FC Utrecht. En ook Ajax en Feyenoord hebben al punten geknoeid. Maar Feyenoord is na een stroeve start inmiddels wel warm gedraaid. Feyenoord wervelt in de Galgenwaard en laat Utrecht alle hoeken van het veld zien. Schitterend gespeeld. En Ueda maakt het af. Dit voetbal heb ik in de 2 jaar dat ik bij Feyenoord ben, de afgelopen 3 wedstrijden, heb ik nog niet eerder gezien. Als grote favoriet meldt Feyenoord zich in de arena voor de klassieker met Ajax. Dan gaat Timber. Guy komt wat later in beweging en laat zich kinderlijk eenvoudig wegzetten hier door Timber. Hier komt de eerste kans en ook gelijk het doelpunt van Feyenoord. Dat hard toeslaat na 9 minuten. Guy, oh, die schuift hem zo in de voeten van Jiménez. Die is het helemaal kwijt en Jiménez gaat hier zijn 2e maken. Jiménez maakt er 2-0 van voor Feyenoord. De Ajax-fans kunnen het niet meer aanzien en forceren een definitieve staking door 2 keer vuurwerk op het veld te gooien. In een lege arena wordt de wedstrijd 3 dagen later afgemaakt. Stenks. Nou, uitkiezen. En wie loopt er naar binnen? Jiménez, 4-0 Feyenoord. Yes! 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 Yes!
Almere's TD Johan Hansma heeft 5 Fransen naar de polder gehaald. Trainer Alex Pastoor heeft zijn talen bijgespijkerd. Ja, bien sûr. We hebben Johan Hansma ook inmiddels omgedoopt in Johan Fransma. Dat snap je. Wat ook grappig is, hij is natuurlijk doodop. Dus hij gaat na dit weekend gaat hij op vakantie. Waar denk jij, waar naartoe? Frankrijk. Ja, dat moet dan wel. Ja. Nou ja, dat vond ik dan wel weer grappig. Vitesse speelde jaarlijkse Airborne-wedstrijd. De herdenking van de slag om Arnhem levert weer prachtige beelden op in de Gelredome. Maar op het veld gaat het minder voor de thuisclub. Vitesse verliest met 2-0 van RKC en Cocu is boos. Alsof we de lessen van het afgelopen seizoen dan niet geleerd hebben. Zo ga je niet een seizoen in. Ron Jans is de nieuwe trainer van Utrecht en hij debuteert met een prima uitzege bij Heracles. Opvallend is dat Jans tijdens de wedstrijd nog aantekeningen maakt op het papier van zijn oude club Twente. Het is voor Ajax te hopen dat ze geen abonnement op de rubriek Crisis van de Maand nemen. Maar in september is er geen ontkomen aan. Puntenverlies in Sittard en na afloop neemt Stijn opzichtig afstand van de aankopen van Mislintat. Nee, maar hij is met alle spelers aangekomen. Maar bijvoorbeeld Soet. Maar, ja, oké, okay, maar bijvoorbeeld kijk, met een speler als Soetelo kan ik natuurlijk heel goed mee leven. Dus in dat opzicht hebben wij als niet alleen ik als coach, maar wij als staf hebben ook onze ideeën neergelegd. Alleen hij heeft daarin andere keuzes gemaakt, wat ik vorige keer ook al zei. In Enschede is het daarna Stijn tegen Stijn. En Junior wint. Is Sadilek, het is vragen om problemen zo. Gorter en goal. Sam Stijn. Alles gaat fout bij Ajax. Dan is het crisis met een hoofdletter C in Amsterdam. Fans breken door de hoofdingang van de arena en eisen het vertrek van de Raad van Commissarissen en van Sven Mislintat. Die laatste wordt dezelfde avond nog ontslagen. Uit bij RKC krijgt de crisismaand een bizar slot. Ajax lijkt op weg naar een zege als Berghuis de 3-2 binnenschiet. Maar 5 minuten voor tijd wordt de wedstrijd gestaakt. Als RKC-keeper Etienne Vaze bewusteloos op de grond blijft liggen na een harde botsing met Brobbey. De spelers denken even aan een hartstilstand en zijn te erg van slag om door te spelen. Maar gelukkig zijn het geen hartproblemen en is Vaze al snel weer bij kennis. Thuis tegen NEC is het hele stadion in rep en roer als verloren zoon Irving Lozano zich opmaakt voor zijn rentree. De rechtsbuiten is teruggehaald van Napoli en wil natuurlijk meteen scoren. Dan komt het goed uit dat PSV een penalty krijgt. En nu staan er 3. Bakayoko, Pepi en Lozano. Nou, recht van de sterkste. Recht van het lijstje. Hij kan hem maar beter inschieten. En dat doet hij dus ook, Pepi. Hij wordt gelukkig wel gejuicht. De spotlight en Noah Lang, dat is een prima combinatie. Niet alleen scoort hij in september 3 keer. En wat een heerlijk, geniepig wippertje. Lang scoort bovendien ook nog een grote hit. Hij staat hoog in de hitparade met zijn rapnummer. Kwol. Schot van Kwol. Oh, die krult hem schitterend binnen. Wat een moment. Geeft Hansson de gelegenheid naar binnen te komen en schitterend de verre hoek te vinden. Afvallende bal, lekker gevolleerd. En wat een wereldgoal is dit van Davy van den Berg. Het seizoen is nog jong, maar met de ineenstorting van Ajax lijkt in oktober al duidelijk dat de titelstrijd een two-horse race wordt tussen PSV en Feyenoord. En PSV is alweer de winnaar van de maand. Simpelweg niet te stoppen in de Eredivisie. Er is geen buitenspel voor Bakayoko. Die geeft hem voor en het is raak! Kijk waar De Jong is, kijk waar Lozano is. Daar is Lozano en hij zit erin. PSV klopt Ajax met 5-2. Dan onze top 3. Eerst het ploeterende Heerenveen. Al 7 keer op rij niet gewonnen totdat... Brouwers, die heeft veel ruimte. Hij heeft natuurlijk ook een goed schot. Wat heet... Luc Brouwers. Het was 2-12, zei je voor de wedstrijd. Hoe laat is het nu? 10 uur? 4 uur 's middags in het zonnetje? Zeg het maar. Nou, zover is het niet, maar...
we zitten wel iets meer voor 12 uur. De klok gaat volgens mij ook... 2 voor 11 dan? 2 voor 11, ja. Laten we het daarop houden. Op 2 Almere's clubpsycholoog Annemieke Zijerveld. Ze geeft een opmerkelijk interview aan Radio 1... waarin ze de vloer aanveegt met de technische staf van Ajax. Die zouden de crisis daar helemaal verkeerd aanpakken. Almere is niet zo blij met die ophef. Nou, vooral, je hebt vooral te maken met de spin-off daarvan en die is heel negatief. En dermate negatief dat ze heeft besloten om even een stap terug te doen. Maar met stip op 1. Helene ontdekt romantiek bij PEC Zwolle. Een vliegtuigje boven het stadion met natuurlijk Marinda. Wil je met me trouwen? Hebben ze gevonden. En het antwoord is ja. Mooi. Kijk, hoppakee, meteen een lekkere kus erbij. Heerlijk. Marinda, weet je waar je aan begint? Ja. En dat weet ze, want ze heeft een mordering. Nou, dat is toch mooi. Ook in oktober is de crisis van de maand voor Ajax. Ze zakken steeds verder weg op de ranglijst. Van Brederode naar Lagdo. Lagdo met Medic meegeven. En strak voor. En dan is het Dani de Wit die eindelijk scoort tegen Ajax. Ajax is de nummer 16 van Nederland. Louis van Gaal is aangesteld als adviseur en zal Ajax bij de hand moeten nemen. Vervolgens wacht de degradatiekraker tegen die andere crisisclub, hekkensluiter Utrecht. Het wordt een rollercoaster. Bergwijn, hij kiest voor de linkerhoek. Goeie bal dit, Flamingo. Kiest voor de voorzet, dan is het raak, dan is het Toornstra. Hazard kan, valt prima in. Kan hem nu meegeven aan Fraulo, dat doet hij. En dan is het 4-3 voor Utrecht. 8 keer op rij geen winst. Een ontslag van Stijn komt nu wel erg dichtbij, voelt de trainer zelf ook. Het is een ongelofelijke mokerslag. Maar ja, weet je, ik ben 24-7 met Ajax bezig. En als Ajax vindt dat dat de oplossing is om weer resultaten te boeken, dan wie ben ik dan om dat tegen te houden? Een dag later wordt Stijn inderdaad ontslagen. Assistent Hedwiges Maduro is zijn tijdelijke opvolger. FC Twente staat eind oktober knap derde. Maar in Almelo ontbreekt de geblesseerde Michel Vlap. Hij volgt de derby in het uitvak met een biertje in zijn hand. Kijk dan, zonder brilletje, alcoholvrij biertje of niet? Ja, dat weet ik niet. Is dat bier? FC Twente speelt gelijk in de derby, maar sluit de maand af met een stunt tegen Feyenoord. De bal had ik wel goed terug. Kan dan schieten. En die bal wordt verlichting veranderd en valt binnen. De spotlight van de maand is voor 2 spitsen. Pavlidis van AZ en Jiménez van Feyenoord. Hier komt een kans en meedogenloos afgerond door Jiménez. Ze scoren allebei aan de lopende band. En dus is de Eredivisie in de ban van de Koundé-index. I think he was amazing. 43, it's almost impossible. Maar AZ-spits Pavlidis scoort even makkelijk. Goed gespeeld zeg. Met geduld en toch de vrije man steeds zoeken en vinden. Pavlidis. Hattrick. Thuis tegen NEC maakt Pavlidis zijn 14e van het seizoen. En hij is Jiménez voorbij op de topscorerslijst. Maar het is de spits van de tegenstander waar na afloop iedereen naar vraagt. Bas Dorst. In de 90ste minuut gaat hij zomaar naar de grond. Iedereen in Alkmaar schrikt zich kapot. Medische hulp is razendsnel ter plekke en gelukkig. Al na een paar minuten is duidelijk dat Dorst weer bij kennis is. Heb jij net nog even contact gehad met Bas? Ja, hoe het nu is? Ik heb in de ogen gekeken. Hij kwam binnen en hij ging even rechtop zitten toen zijn vader erbij was. Hij heeft ook net, wilde hij nog even wat tegen de spelers zeggen. En dat was voor ons wel, dat is wel heftig als je hem weg ziet gaan. En dat was wel goed. Omdat ook voor de jongens veel indruk gemaakt. Bij de staf en bij de spelers. En ja. Regeer dan. Regeer! Oh, wat een goal! Fantastisch doelpunt van Jurie Regeer. Deze sprint buitenom, daardoor Bakayoko naar binnen. Schitterend! Magistrale treffer van Johan Bakayoko. Dorst. Probeer dit maar een keer. Waarom ook niet? Wat een goal, zegt Bas Dorst. Als we november ingaan, staat PSV bovenaan met 30 uit 10. Maar voor andere teams gaat het wat stroever. FC Utrecht is de nummer 17 en Ajax zelfs hekkensluiter.
Ook in november is PSV weer de winnaar van de maand en ze blijven ook maar scoren. Na 12 speelronden is PSV nog altijd zonder ook maar een gelijkspelletje. Dit zijn zo van die dagen, hè? Ja, ik had het idee dat zij met 12 man speelden af en toe. De maand eindigt met de topper tegen Twente, de nummers 1 en 3 tegen elkaar. Maar het is al snel geen wedstrijd meer. Nu de diepte zoeken in het centrum, dan ligt het open. Bakayoko 3-0. Onze top 3 begint met Santiago Jiménez. Hij en zijn vriendin gaan vanwege Halloween verkleed in een dinopak. Als een T-Rex huppelt hij door het park in Rotterdam. Iets minder feestelijk gaat het binnen de lijnen. Uit bij RKC verprutst Jiménez een penalty. Jiménez denkt dat hij het zo kan doen. Nummer 2 is voor Santiago Jiménez. Wat is zijn geheim om na een verre interland met Mexico weer fit aan de start te staan voor Feyenoord? I go swimming. Hij zwemt veel, zegt hij. Is dat zo? In het geld misschien. Nummer 1 kan niemand anders zijn dan Etienne Vaze. Half november is hij, inclusief helm, terug op het veld. Was deze dag als een soort debuut? Een beetje opgestaan met kriebels? Ja, ik heb aardig al wat wedstrijden gespeeld en ik had best wel veel. Ik had wel spanning opeens weer in mijn buik en normaal heb ik dat niet. Dus ik vond het wel spannend. Maar nu ben ik er doorheen en dan gaan we gewoon weer doorpakken. Vitesse solliciteert nadrukkelijk naar de rubriek crisis van de maand. Olsen brengt weer in. Nicolescu uit de draai en het is 3-1. En met ook nog eens een mannetje meer op het veld zal het daarmee toch beslist moeten zijn. Weer een nederlaag voor Cocu. Vitesse blijft onderaan. Philip Cocu heeft genoeg gezien en stapt direct na de wedstrijd op. AZ valt op, want de club lijkt in november al af te haken als titelkandidaat. Voor zijn rechter, Timber met een schot. Oh, en dat is een geweldige goal van Quinten Timber. AZ moet voorlopig toekijken hoe anderen het wellicht in de nabije toekomst de PSV lastig gaan maken. De trainer zei voorafgaand, het is een finale. Voelde het ook zo voor jullie? Ja, het voelde echt als een must win voor ons. Alleen jammer genoeg hebben we dat niet kunnen tonen vandaag. Thuis tegen Volendam pakt AZ de draad weer op met een geweldige goal van Ruben van Bommel. Van Bommel en die jaagt hem even in de bovenhoek. De spotlights zijn voor de nieuwe trainer van Ajax, John van het Schip. Hij debuteert tegen Volendam en voor het eerst sinds augustus wint Ajax weer eens. Bergwijn, is dit hem dan voor Ajax? Ja, daar is hij. Steven Bergwijn. Berghuis zei het ook wel, alsof er een piano van je rug valt. Ik denk dat het ook heel logisch is, want net als de spelers hebben de fans natuurlijk ook heel lang weer gewacht op een overwinning. Het is gewoon een hele moeilijke maanden. Het wordt Twicht en die schiet hem binnen. Kelvin Twicht schiet hem binnen voor Volendam. Een balletje van Metson. Kijk, dat is ook goed voetbal en een schitterend doelpunt, zeg, van Bart van Rooij. Twente moet snel terug, is snel terug, maar hier komt Fraulo vrij en dat is een schitterende goal van Oscar Fraulo. Voor wie wordt december een echte feestmaand? Die vraag wordt nog voor pakjesavond beantwoord. Want al op zondag 3 december is de topper tussen de twee beste teams van dit seizoen. Feyenoord-PSV in de Kuip. Feyenoord heeft 7 punten minder. Dan mag Feyenoord deze wedstrijd zeker niet verliezen. Dit is een goede bal van Bakayoko en daar is het Saibari met de openingstreffer. Corner van Veerman. Boskagli 2-0. Dat zijn toch twee donderslagen kort achter elkaar. Ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig als je 14 keer wint. Dat is gewoon omdat ik dat echt vind. Feyenoord was de enige achtervolger die PSV nog had. Maar deze nederlaag is een flinke tik. Je zei voorafgaand aan deze wedstrijd, als het 10 punten wordt, ja, dan zet ik het wel even uit mijn hoofd, die titel. Hoe is dat nu? Ja, dat lijkt me duidelijk. Wij moeten keihard vechten voor plek 2, want die staan naast ons of boven ons. Dus hoeven wij op dit moment even helemaal niet naar plek 1 te kijken. PSV is al lang en breed herfstmeister, maar gaan ze ook ongeslagen de winterstop in?
En De Jong tegendraads binnengekopt en 0-4. Niet te stoppen de ploeg van Peter Bos. 16 wedstrijden gespeeld, 16 wedstrijden gewonnen. Het was gewoon vandaag een totale afgang. Dan onze top 3. Izimat Mirren geeft de 12 jaar oude Vitesse-fan Thijs de dag van zijn leven. Samen met zijn idool beleeft hij de wedstrijd tegen Heracles. En Thijs heeft een goed gevoel voor timing. Want Vitesse had het hele seizoen nog geen thuisduel gewonnen. Tot aan dit bezoekje. Manhoef van Ginkel niet, maar daar is Boutra! Onze nummer 2 bij tegenstander Heracles geen blije gezichten. De Almeloers staan nu maar 2 punten boven de degradatiezone. Trainer John Lammers viert na de wedstrijd zijn 60ste verjaardag, maar krijgt als cadeau zijn ontslagbrief. Deze samenlopen is gewoon slecht. Vandaar ook dat we gisteren dat ook niet hebben gedaan. Gisteren hebben wij de zaak laten rusten en vanochtend hebben we dat medegedeeld. Ja, dus vanwege zijn verjaardag hebben jullie gezegd van nou, we laten er een dagje tussen zitten. Exact. En opeen de eerder gestaakte Bas Dorst wedstrijd. AZ-NEC wordt uitgespeeld en de selectie verzamelt zich rond het shirt van Dorst. Ik heb voor de wedstrijd contact met hem gehad en ik hoop dat hij snel een keertje op de club komt om zijn gezicht te laten zien. Maar deze was zeer zeker ook voor hem. Het is chaos bij FC Volendam als voorzitter Jan Smit en het hele bestuur wordt ontslagen door de Raad van Commissarissen. Jan Smit nam te grote financiële risico's met de club, legde de RVC uit op een persconferentie. Als jij 100.000 euro verdient bij ESPN en jouw vrouw die geeft er 125.000 uit. Dat is wel vaak wat er gebeurt, ja. Dat is vaak wat er gebeurt. En je hebt geen geld op de bank, want je eigen vermogen is nul. En jouw vrouw zegt dan... Ja, Milan, dat kan best. Want wij zijn ook lid van de Vriendenloterij, de Staatsloterij en de Postcode Loterij. Dus dit komt goed. Team Jonk, inclusief trainer Matthias Kohler, zijn loyaal aan de ontslagen Smit en kondigen ook hun vertrek aan. Met interim trainer Michael Dingsdag op de bank gaat het aangeslagen Volendam naar de Kuip. Pas in extra tijd krijgt Feyenoord de degradatiekandidaat nog op de knieën. Dilrosun. Dat is niet slecht. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Ajax speelt het duel met RKC uit. Dat eerder werd gestaakt na de harde botsing tussen Brobbey en Vaassen. En na afloop zien we deze mooie ontmoeting. Brian is gewoon een goede jongen. Gaat vol door duels. En ik ga ook vol voor duels. Dus het was gewoon pech. Op de verkeerde moment, op de verkeerde plek. Dus, maar ik ben blij dat hij ook weer hier naast me staat. En mooie woorden. Brobbey pakt daarna ook in sportief opzicht de schijnwerpers. Taylor, hakje, dat is heel aardig bedacht. Brobbey uit de draai, ook dat is mooi gevoetbald door Ajax. Via Brobbey komt de thuisploeg op 1-0. Met puntenverlies tegen Zwolle sluit Ajax een dramatische seizoenshelft wel passend af. 5 spelers van PEC in de 16. Velios probeert een omhaal, daar is de omhaal. En daar is het doelpunt, Lennart T. De spotlights van december zijn voor Jiménez en Pavlidis. Nog altijd liggen ze op koers om het record van Koen Dille te verbreken. 15 wedstrijden, 18 goals voor beide. Sierhuis. Sierhuis! Wat een schitterende goal! Schot, wat een goal! Dwars door het net! En dat is een prachtige treffer. Dit is de stand als het jaar erop zit. PSV als koploper de winter in. Daarachter 3 teams die vechten om de titel best of the rest. En onderin is het spannend. Heeft momenteel Vitesse het grootste probleem. Straks zijn we terug met alle prachtige momenten van de tweede seizoenshelft. Lieve papa, ik vind je altijd al de beste voetballer, maar vooral de allerliefste. Dat en nog veel meer, graag tot zo!
Welkom terug bij het jaaroverzicht van de Eredivisie. In 2024 is het vooral de vraag of Ajax zijn slechtste seizoen ooit gaat noteren. En of het ongeslagen PSV misschien juist wel alle positieve records gaat breken. Ajax begint het nieuwe jaar goed en wint in januari 3 keer op rij. Tahirovic in de kleine ruimte. Berghuis, dat is goed gevoerd. Rens geen buitenspel. Kan het zomaar 3-2 worden voor Ajax en dat wordt het ook. En er komt versterking. Oud Champions League winnaar Jordan Henderson is Ajax-ziet. That looks like eat, breathe and sleep Ajax. Henderson ziet vanaf de tribune hoe Ajax uithaalt tegen RKC en Heracles. Robbie probeert los te komen. Oh, wat een enorme misser daar en een geweldige goal zeg van Brian Robbie. Ajax wint uiteindelijk met 4-2 in Almelo, maar de piepjonge ploeg heeft al wel 35 tegengoals geslikt. Had jij ook het gevoel dat je op de bank zat bij jong Ajax? Hoor? Ja, nou ja, eigenlijk elke week wel. Dan onze top 3. Sparta heeft een nieuwe Japanner. Na Saito is het nu Mito. Tegen Fortuna scoort hij meteen en Olij weet genoeg. Alleen ja, wat voor type er is. Het is een soort Koki, alleen dan net iets kleiner. Nummer 2 is voor Andries Noppert. Van het keeper op het WK tegen Messi naar wisselspelen bij Heerenveen. Het gaat hard met de toren van Jouwre. Hij is na Qatar al maanden uit vorm en na 2 blunders op rij is hij zijn basisplaats kwijt. Daar slaap ik slecht van. Dit is een aardig tikkie. En op 1 aanvoerder Bergwijn gunt Brobby deze penalty tegen RKC, zodat Brobby zijn hattrick compleet kan maken. Maar ja, als je dan mist... Wat zei Bergwijn eigenlijk tegen je? Dat hij tegen me zei dat ik hem moet betalen. Hoeveel moet je betalen? Hij kwam met €500, maar we gaan het nog bespreken. Het ambitieuze AZ had in december al een slechte maand en trekt die lijn in januari moeiteloos door. Nog half weggekopt. Wolfsink als eerste contact, niet briljant. Rots houdt de druk en dan is het doelpunt daar! Als AZ dan ook nog eens in de beker de grootste moeite heeft met de amateurs van Quick Boys, is het klaar voor Pascal Jansen. De langstzittende AZ-coach ooit moet eruit. Maarten Martens maakt het seizoen af. Dan naar nummer 2 Feyenoord. Kan de regerend kampioen de titelrace nog spannend maken? Matson. En die zit erin. Bijlo verkijkt zich. Het is 2-2 in de Kuip. Ze hoeven maar naar onze 16 te kijken en ze hebben een goal. Hè? Nou, dat geldt in ieder geval niet voor de volgende ploeg die naar de Kuip komt. Het is zo stom. Het is echt oliedom. Ik baal er ook ongelooflijk van. Ja, ik weet niet, Hans, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Gretigheid, dom. Ongeschreven regel is achter de bal blijven en dat doe ik niet. Maar ook Feyenoord weigert een cadeautje uit te pakken. Jiménez mist de strafschop en Feyenoord staat nu al 12 punten achter PSV. De koploper zelf staat in de spotlights vanwege een stokoud record. Vanaf de start van het seizoen 17 keer op rij winnen. Thuis tegen Excelsior evenaren ze die reeks uit 1988. Een week later kunnen ze uit bij Utrecht dus historie schrijven met de 18e zege op rij. Dest en de kopbal en daar zit hij er al in. Er zit al heel snel 1-0 voor PSV via Bakayoko. Lammers lage voorzet en dan zit hij er wel in. Boussaint. Het record, we hebben het er van tevoren over gehad. Iedereen rekent er eigenlijk op. Hoe groot is de teleurstelling bij jou nu? Nou, we hebben het record toch? Alleen niet alleen. Wel, Kuipers nu daar. En in één keer door. En daar is de gelijkmaker. Wat een doelpunt van Go Ahead. Hoop op Pavlidis. Vindt Pavlidis. Oh, wat een schitterende voorzet en een schitterend doelpunt. Verdonk. Verdonk! Ja! Zo'n week is het! Na Van Werbeskerk nu deze pegel van Verdonk. In februari weet eigenlijk nog maar één club waar hij aan toe is. PSV telt rustig af naar de titel. Voor de overige 17 kan het nog alle kanten op. En dat nog alles open ligt geldt zeker voor onze winnaar van de maand, FC Utrecht. Ron Jans nam het over toen ze gedeeld hekkensluiter waren. Maar inmiddels is zelfs Europees voetbal een optie. Ook met dank aan Taylor Booth, die een hattrick maakt tegen zijn broer. Hier gaat Booth. Maakt hij er dan nog een? Booth, ja!
Ja, hij maakt er drie. Taylor Booth. Yeah, tonight I'll pay for dinner, but we're going expensive. Yeah, it's going to be expensive. Did you say that? Yeah, we're going expensive. Do you decide where? Of course. Of course, I don't know where yet, but I'm gonna make sure it's 5-star and expensive plates. En Ron Jans breekt zelfs een stokoud clubrecord door 14 eredivisie duels op rij ongeslagen te blijven. Dankzij deze goal van oude strijder Jens Toornstra. Daar komt Toornstra, probeert het in één keer. Vindt die bal dan nog een keer terug, Toornstra, en nu prikt hij raak. Toornstra zorgt voor de 1-0 voorsprong van FC Utrecht. Ik heb wel eens gezegd van de Hoorn is over de datum, Viergever is over de datum, Toornstra is over de datum. Dat zijn ze helemaal niet. Nee, maar het schijnt ook dat als je bijvoorbeeld een pak melk hebt en die is tot 13 februari geldig, dat je hem op 16 februari nog gerust kunt consumeren. Dus dat is met spelers misschien ook wel zo. Utrecht wint er ook thuis van Heracles, al wordt de wedstrijd even stilgelegd als de stadionverlichting het begeeft. Dat probeert scheidsrechter Kamphuis aan ons uit te leggen, maar Jans is ongeduldig. Ga liever voetballen dan interviewen, toch? We mogen weer beginnen. Dankjewel, succes. Onze nummer 3, Dirk Proper, is jarig op de wedstrijddag. Proper, wat een geweldig verjaardagscadeau. Hij trakteert op zijn 22e en lag zijn tanden bloot. Op 2, Jordi Klaasie. AZ zit in een dip en de captain moppert er lekker op los. Op dit moment zijn we gewoon nog niet eens goed genoeg, denk ik. We kunnen elke week verliezen. Dus de trainerswissel heeft nog niet veel opgeleverd. Nee, tot nu toe zeker niet. En onze nummer 1 is voor Kai Sierhuis. Hij is de matchwinner met deze wereldgoal. Sierhuis! Een vlag op een modderschuit. Want wat een schitterende treffer is dit. En wordt daarna bij zijn publiekswissel in de laatste minuut natuurlijk flink geknuffeld door zijn trainer Danny Buis. Danny, joehoe, je matchwinner loopt achter je langs. Ze wil even een klein bedankje. Nee, helaas. Ajax is terug in de rubriek Crisis van de Maand. Jordan Henderson is binnengehaald als de verlosser. Maar ook de Engelsman kan van dit Ajax geen winnend elftal maken. Daar gaat Robbie voor Ajax. Geen lekkere controle. Toch nog de kans. Wie is aangesloten? Niemand. Echt. Niemand voor Robbie. Nu wel. Berghuis en de openingstreffer. De kans leek verkeken en toch komt Ajax op 1-0. Lozano, dit is goed gevoetbald door PSV. Saibari, De Jong met positie kiezen en de gelijkmaker. En hij doet het weer tegen Ajax. Luc De Jong met de 1-1. Ajax verliest daarna in Heerenveen, omdat in de laatste seconde dit niet telt als de gelijkmaker voor de Amsterdammers. Deze bal is niet in zijn geheel over de lijn. Geen 3-3. En NEC thuis levert ook al geen zegen op. De trainer wordt er moedeloos van. Het is niet een Ajax-kwalitatief elftal, zoals we dat allemaal willen. Die voor plaats 1 moet spelen en die domineert in thuiswedstrijden. Zover zijn wij niet. En in hoeverre dat met deze selectie dit seizoen gaat gebeuren, ja, dat is denk ik dat gaat niet gebeuren op die wijze. Uit bij AZ probeert Van het Schip het zelfs in een 5-3-2, maar niks helpt. Nu is Van Bommel los, Soetalo gezien. Hato de laatste verdediger. Van Bommel en raak. 1-0 voor AZ. Feyenoord verliest in februari Justin Bijlo met alweer een langdurige blessure. Triest nieuws voor de doelman, maar Feyenoord blijft wel winnen. Bal draait erin! Minté! Feyenoord op voorsprong. De spotlights zijn voor Luc de Jong. Hij is de nieuwe topscorer van Nederland na zijn hat-trick in Zwolle. Lozano lage voorzet. Nou, dat is de volgende. De hat-trick van de Jong is compleet. En nu alleen topscorer van de Eredivisie. Jan Joost zegt hoofd, links, rechts. En hoe noemen ze dat? Voetballen. Lauritsen klaarleggen voor Verschuren. Verschuren, het is 1-2 na een kwart wedstrijd. Robinet, die zou ik niet vrijlaten, want die kan schieten en scoren. Wat een heerlijk doelpunt is dit. Uit het niets, de treffer voor Almere. Thomas Robinet. Oh.
Meulensteen uithalen en Hart ook. Zo zeg, wat een knal van Melle Meulensteen. De lente breekt aan en PSV staat maar liefst 10 punten los aan de kop van de ranglijst. Krijgen we nog een spannende ontknoping? Dat wordt begin maart meteen duidelijk als PSV bezoek krijgt van de enige concurrent, Feyenoord. Hier is Tilman weg bij Hansko Tilman. Eerst de echte kans en gelijk een raak ook. Oeh, Boskakli, ja, dan gaat helemaal mis. Minté dan wel, Minté, hij wel. Vraag niet hoe. Geertruida. Hier is Geertruida. Geertruida voorlangs, Feyenoord op voorsprong. De Jong brengt de bal 16 meter gebied in en daar is de gelijkmaker van Til. 10 potjes wat, tweede plek en dat zit al met 10 punten verschil, toch? Ja, daar gaan we voor, ja. Ja. PSV speelt in maart nog een topper, want ook de nummer 3 Twente komt langs. Geen kans voor Van Wolfswinkel. De Jong met Bruns. Oh, Bruns! Bruns, De Jong! Kan hij een breek leggen? Dan is het raak! Nee! Want Lozano mist de bal! Tilman! Pepi! Het is alsnog raak! Het is alsnog PSV! Uiteindelijk, als je zo in de laatste minuut zo'n wedstrijd eruit haalt, dan is dat kampioenwaardig. Dan onze top 3, met op 3 een boze Kees van Wonderen. Zijn club Heerenveen is al in gesprek met Maurice Stijn als nieuwe trainer van de Vriezen. Dat blijkt uit een uitgelekte foto. Alleen het ongelukkige hieraan is dat je dat in een hotel gaat doen vlakbij Heerenveen. Waarbij je ook nog kan zien wat er allemaal gepresenteerd wordt. Daardoor creëer je eigenlijk je eigen problemen. Op nummer 2, Serginho Dest is heel blij met zijn goal tegen de Eagles. En niet alleen omdat het de overwinning oplevert. Ja, ik moet er nog één, want ik had een weddenschap met de assistenttrainer. Dus ik moet nog één goal. Welke assistenttrainer? Rob Maas. Ik moest 3 goals scoren voor het einde van het seizoen. Anders moet ik zijn auto op de hand wassen. En dat ga ik niet doen. Maar onze nummer 1 is natuurlijk voor Jasper Cillessen. U kent het verhaal van Cillessen en de strafschoppen. Maar hij pakt hem. Hij staat nou niet echt bekend als penaltykiller. Dat heeft onze eigen Milan van Dongen ook wel eens benoemd. En Jasper Cillessen lijkt dat ook gehoord te hebben. Ja, inderdaad. De laatste die telde niet. En heb je nog om gelachen. Dus nu kan ik lachen. Ja, daar heeft men om gelachen. Ja, jij ook. Ik heb je podcast gezien. Maar dat maakt niet uit. Goed, nee. Ga door. Ik zei het. Ga door. Nee, nou niet terugkrabbelen. Je hebt dat ook gelachen. Je hebt me uitgelachen. Maar dat maakt niet uit. Ajax duikt maar weer eens op in deze crisis van de maand rubriek. Duarte de 16 in. Duarte met een verrassend schot en wat een lekkere knal is dat. Van Deroy Duarte. Op het kasteel breekt Ajax een negatief clubrecord. Al 72 tegendoelpunten in één seizoen. Ajax moet nog knokken om bij de bovenste 5 te eindigen. En toeval of niet, na de wedstrijd wordt duidelijk dat Van het Schip volgend seizoen niet meer aan het roer staat. Maak het seizoen gewoon af en ga ik dan in principe gewoon in mijn andere rol. En als het anders wordt, dan hoor ik dat wel van Alex die inmiddels begonnen is. Feyenoord krijgt een vrije trap tegen Heracles, maar wie mag hem nemen? Steen, papier, schaar, of wie de vrije trap mag nemen. Wie heeft er nou gewonnen? Dat kunnen we niet zien dankzij Wiever. Jiménez en Paisão zijn de 2 overgebleven kandidaten. Wordt Paisão laag? Ja, goede goal! Van de net ingevallen Igor Paisão. Maar als het dan 2-0 staat, 10 minuten kwartier voor tijd, zijn er veel jongens die graag nog een gratis goal, want dat is een vrije trap als je hem erin schiet dan. Dat vond ik wel een verkeerde manier van de wedstrijd beleven, als ik heel eerlijk moet zijn. Dus daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Tegen Utrecht draait Feyenoord een achterstand om, dankzij deze pegel van Paisão. Paisão van heel ver! En eigenlijk van zover dat je denkt, dat is toch niet verstandig. De spotlight van de maand wordt opgeëist door Kai Sierhuis. De spits van Fortuna scoort in maart maar liefst 5 keer. Waaronder een hat-trick tegen Excelsior. Ik zou bijna zeggen, probeer het maar vanaf daar. Of vanaf hier met de volley. Sierhuis! Ja, was een mooie lenteavond in Sittard, denk ik. Ja.
Sugawara. Ja, dat is een doelpunt dat hij lekkerder zal vinden dan die eerste die hij maakte. Die. En dit is nog een doekje voor het bloeden. En frustratie bij Verrips. Kathleen, af op ter Avers, dubbele schaar, mooie versnelling. En oh, wat een fantastisch doelpunt van Kathleen. Puur op intuïtie. Dat PSV op de titel afstevend is wel duidelijk. Maar in april zetten ze nog even een heel stevig uitroepteken achter dat kampioenschap. PSV schiet in april maar liefst 21 keer raak met een achtklapper tegen Heerenveen. Langs Van E, volgende poging, Bakayoko! Goeiemorgen zeg! Komt die achtste er nog, dat is de vraag. 1-2'tje gelukt en daar is hij! Daar is de achtste, prachtig uitgespeeld tussen Van Aanholt en De Jong. Ik heb in de rust alleen maar staan klappen. Ja, gewoon 15 minuten klappen. Nou, 15 minuten maar. Waanzinnig. Zo'n hoog niveau. Ja, wij zijn zo ontzettend goed. Dus wat ik net zei, als alle omstandigheden goed zijn, ja, wie gaat ons dan verslaan in de Eredivisie? Zijn er dit jaar één is dat er geweest. Ja. Dan onze top 3. Met op 3 eindelijk een lichtpuntje voor de vaak verguisde Ajax-aankoop Anton Gay. God, zoek Deil op. Haal de achterlijn. Daar komt Gay. En wat een geweldige treffer. En kijk eens wat er loskomt. Nummer 2 is voor de superspannende strijd om de topscorerstitel. Eind april heeft Luc de Jong er 27 in liggen. De Jong geen buitenspel, ja, dan is het 0-7. Maar ook zijn concurrent van AZ, Pavlidis, weet van geen ophouden. Hij staat inmiddels ook op 27. En onze nummer 1 is ook voor een spits, de piepjonge Jesper Uneke. Hij debuteert voor PSV en scoort meteen. Als we daar nog een goede versnelling zien en nog een goal. Ja hoor, hij heeft hem te pakken. Jesper Uneke, positie kiezen en binnentikken voor zijn eerste Eredivisie goal. En een droomdebuut op het hoogste niveau in Nederland. Nou, het is eigenlijk gewoon een kopie van Luc. Alleen dan, wat zal het zijn, 15 jaar jonger denk ik. Uneke is de zoon van oud-verdediger Peter Uneke, die nu assistent is bij FC Twente. En ook in Enschede wordt de goal van junior met een lach ontvangen. De crisis van de maand is voor Vitesse. Hans naar binnen, moet ook nog langs zijn eigen ploeggenoten. Schiet hem dan ongelooflijk in de bovenhoek. Dat is een schitterende goal van Sontje Hansen. Het is altijd dezelfde verhaal over dit. We spelen voor deze mensen during the week. Als we win the game, it's gonna be better life for them, you know, in the week, in the horse. But we play with them, it's not nice. It's niet goed wat we doen. En dit is. Sorry, my friend. Vitesse zakt naar de laatste plaats en aartsrivaal NEC weet, die busreis hoeven we voorlopig niet meer te maken. Nooit meer naar Arnhem. Vitesse krijgt dan ook nog eens 18 strafpunten van de KNVB voor financieel wanbeleid en is in één klap officieel gedegradeerd. Topclub van de maand is Feyenoord, dat Ajax vernedert in de klassieker. Te veel tijd genomen. Zoveelste keer dat het gebeurt achterin bij Ajax. En nu wordt het afgestraft door Paschal. Minté, dat is schitterend. Dat is 4-0. Wie kan er schieten? Het is onderkant lat, er weer in, er weer uit. En het is 6-0. Iedereen viert feest. Ik denk dat het vanavond in de Rotterdam feest is. Je zag het ook. Dit was gewoon mannen tegen jongens vandaag. Of tegen pupillen. Dan krijgt het legioen de schrik van hun leven. Arne Slot is de nummer 1 kandidaat om Jurgen Klopp op te volgen bij Liverpool. Nou, het zal geen geheim zijn, denk ik. Of misschien wel een geheim. Maar het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil. Dus nu... Nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen, maar daar heb ik alle vertrouwen in eerlijk gezegd. De spotlights zijn weer eens gericht op de Johan Cruijff Arena. Het is na de verloren klassieker ook bestuurlijk een zootje.
Directeur Alex Kroes is geschorst door RVC-voorzitter Michael van Praag. En de fans kiezen duidelijk de kant van Kroes. Ondanks alle onrust wint Ajax wel. Bergwijn stuurt Oenerstal de verkeerde kant op. Snel gecombineerd. Mauro! En die breekt dan de ban. De Keersmaker! Wat een mooie goal zeg! Schitterend ingeschoten. En als Sugawara dan deze bal aflevert, is het doel leeg. Ryan eroverheen en raak voor David Min. Ongelooflijk. Het is mei en 5 mei, bevrijdingsdag, kan voor PSV een hele speciale feestdag worden. PSV speelt op bevrijdingsdag de kampioenswedstrijd tegen Sparta. Heel Eindhoven is klaar voor een feest, want een puntje is genoeg. Veerman, nu ligt het wel open en is daar de 3-2 via Boskagli. Terwijl hier deze afgaat op Olij om een goal mee te pikken. Dat doet hij ook. Hans van Breukelen onderweg naar Luc de Jong. PSV, de allerbeste van Nederland in het seizoen 2023-2024. Er wordt gedanst, er wordt gedronken, er wordt gehuild en gelachen. Dit is een zeer soepele Ernest Stewart. Is hem, hè? Is hem, hè? Godverdomme. Had je hem nog niet vastgehouden? Nee. Ook in de binnenstad van Eindhoven is het één groot feest. De dag na de kampioenswedstrijd zijn er 100.000 fans naar het centrum gekomen om de kampioen te begroeten. Voor het eerst in 6 jaar is de schaal weer binnen en dat is te zien. Onze laatste top 3 met de degradatie van Volendam. Ze hebben het niet gered en dat vervelende jaar heeft impact. Ja, en dat heb af en toe wel zijn weerslag, denk ik. En dat kan je denk ik thuis ook wel vragen, dat ik af en toe niet de meest gezellige vriend ben geweest dit seizoen. Op 2, Sam Stijn maakt een hattrick met op de tribune een juichende Ruud van Nistelrooy. Het is wel gaaf om te vertellen is dat ik 2 keer met Ruud het veld op ben geweest om aan mijn trap te werken. En het is wel echt mooi dat hij er dan is. Ik wist niet dat hij er was en dat ik dan 3 keer kan scoren. En Twente sluit het seizoen geweldig af. In Zwolle stellen ze plek 3 en dus voor om de Champions League voetbal veilig. Naar voor, naar achter, naar links, naar rechts. En voor onze nummer 1 blijven we in Zwolle. Clubicoon Bram van Polen stopt op 38-jarige leeftijd met profvoetbal. Ja, ik heb enorm veel liefde voor deze club, deze mensen die hier werken, deze supporters, deze stad. Ja, het is in alles mijn club geworden. Dus ja. Ik denk dat ik dat vandaag ook wel een beetje heb teruggekregen. Het was zo bizar mooi. Ja. Excelsior trekt aan het kortste eind in de strijd met RKC om de nacompetitie te ontlopen. En ze sluiten het seizoen af met een nederlaag in de Kuip. En moeten de keukenkampioen play-offs in. Ja, het is natuurlijk pijnlijk. Je wil nooit nacompetitie spelen. Alleen dan moet je maar meer wedstrijden winnen. We zijn er nu gewoon en we moeten gewoon keihard knokken om toch te handhaven in de Eredivisie. Steven Bergwijn schiet Ajax naar plek 5 en dus voorronde Europa League. Ajax ontloopt zo op het nippertje de schande om mee te moeten doen aan de play-offs. Bergwijn voor zijn derde. Ja, dat is wel een hele snelle hattrick. Ja, heel groot natuurlijk. We hadden natuurlijk geen zin in die na-competitie natuurlijk. De spotlights zijn voor Arne Slot. De succestrainer vertrekt na 3 jaar Feyenoord naar Liverpool. Dankjewel. Ik vrees dat die jongens nu denken, hij gaat praten, dus dat duurt een kwartiertje. Maar ik ga het proberen heel kort te houden. Ik ben ontzettend dankbaar voor de herinneringen die ik bij deze geweldige club gemaakt heb. We zijn ongelooflijk trots dat je 3 jaar onze trainer bent geweest. En we gunnen je het allerbeste en we gunnen je deze stap van harte. Sherry. Ja,
Zo kan je er ook in schieten, inderdaad. Als je Charon Cherif bent. Wie gaat er dan schieten? Pinto zou ook nog kunnen. Dit is van heel ver. Wat een doelpunt, zeg! Goedemorgen, Buitink. Cherry. Oh, ho, ho, ho. Een beauty van een goal. Dit is de eindstand in de Eredivisie. PSV afgetekend kampioen. Twente pakt plek 3 en AZ moet dus genoegen nemen met de Europa League. RKC speelt zich veilig. Excelsior gaat de na-competitie in. En Volendam en Vitesse zijn gedegradeerd. En op de laatste zondag van het seizoen is het ook de alles-of-niks finale voor één plek in de Conference League. Voorzet van Adekanje geschat. Oh, dan gaat hij erin. Er zit een eigen goal. En komt Go Ahead dus op gelijke hoogte in de extra tijd van de wedstrijd. Vrije schop. Kopballetje. En dan gaat hij er nog in ook. En komt Go Ahead hier op 2-1. Tweede voorronde Conference League is voor Go Ahead Eagles. Zij winnen de Europese play-offs. En wie had dat gedacht? Hoe moet je dit seizoen beschrijven? Ja, dit is onbeschrijfelijk. Dit is uniek voor een club als Go Ahead. Wat normaal gesproken rechterrijtje speelt. En zich veilig moet spelen. Zich veilig moet spelen. En nu moeten we kijken of iedereen wel een paspoort heeft. Ja, ook blij. Europa heen. Ja, precies. Tot zover dit jaaroverzicht van de Eredivisie. Veel plezier de komende tijd met alle programma's op ESPN. En de Eredivisie trapt vrijdag 9 augustus weer af. Voor nu bedankt voor het kijken. Dag.